Bernard Bruining, je bent een van de eerste koffieshophouders in Nederland. De eerste grootshophouder van Nederland. Van Europa. Van Europa? Van de wereld misschien wel? Nou, dat zou ik niet willen beweren, maar van Europa in ieder geval. Ja. Waarom is het een slecht plan? De eerste koffieshophouder in Amsterdam. Waarom is het een slecht plan om die grootshops aan te pakken? Omdat het alleen maar voor zal zorgen dat de prijs van de wiet stijgt. En de prijs is de motor achter de grootschalige illegale teelt. Met andere woorden, wat opstelten van plan is, zal er alleen maar voor zorgen dat we nog meer grootschalig illegale telers krijgen. Hoezo? Omdat er meer te verdienen valt. Ja. Maar ja, nu ligt er springstof in sommige growshops, kilo's cocaïne. Die mensen schieten... En er worden straks bazooka's en atoombommen en het wordt alsmaar erger. Ja? Net zolang totdat Van Opstelten snapt dat dat de manier niet is. En ja, Van Opstelten is gewoon een dinosaurus. Hij is achterhaald. Want in Amerika over 5 jaar is alles al legaal. Je hebt nu al duizenden coffeeshops American Style in Amerika. De social cannabis clubs spatten de grond uit in Spanje. In Tsjechoslowakije kan je ook gewoon blowen op straat. Nederland is achteruit aan het lopen. En het is de natte droom van sommige regenten om er één groot urk van te maken. Maar het is al met al compleet achterhaald en achterlijk ook. Ondertussen is de helft van het aantal liquidaties in Brabant gerelateerd aan de teelt van wiet. Durf ik met je te wedden dat dat er volgend jaar nog veel meer zullen worden. Ja? Ja. Je hebt ook een oplossing. Ja, een hele eenvoudige oplossing. Hè. De beste oplossing is altijd de meest eenvoudige. Het is nu al zo dat in de wet wordt gestaffeld tot 5 planten, tot 9 planten, tot 99 planten. Mijn voorstel is, laat boeren en tuinders, dus mensen met een inschrijving in de KVK, 5 planten telen. En je bent binnen 5 jaar van alle problemen af. Dan zakt de prijs, dan heb je legale aanvoer aan de achterdeur. En dan is het absoluut niet meer rendabel om binnenshuis te kweken onder kunstlicht. Ja. Wordt dat ooit een politieke realiteit? Ik denk het wel. Omdat we moeten kijken niet naar wat we in Nederland bedenken, maar we moeten kijken wat er op wereldschaal gebeurt. En op wereldschaal is het zo dat legalisatie komt steeds dichterbij. Het is niet meer een kwestie of het gelegaliseerd gaat worden, maar wanneer. Ja. Amsterdam vreest heel veel buitenlandse toeristen kwijt te raken als de wietpas wordt ingevoerd. Ja, die komt er dan ook niet, hè? Want vanmorgen stond ook in de krant dat een Groningse hoogleraar heeft uitgefiguleerd dat Amsterdam mag die wietpas weigeren. En dat gaan ze ook doen ook. En Amsterdam staat daar niet alleen in. Kijk, een wietpas is een soort jodenster. En die gaat er dus niet komen, want anders hebben we niks geleerd van de hele Tweede Wereldoorlog. Opstelten zei gisteren, die wietpas gaat er komen. En we stellen geen enkele uitzondering of je nou in Maastricht zit of in Amsterdam. Ja, die komt overal. Nou, hij vergeet één ding en dat is namelijk dat je ook mensen moet hebben die bereid zijn om die wietpas te nemen. En ik denk dat de meeste cannabisgebruikers het vertikken om een wietpas te nemen. Omdat dat hun hele leven lang hier nagedragen kan worden. En omdat de wietpas is bedoeld om mensen geen vrijheid te geven, maar is het ontnemen. Ja. Dus waarom zou je een wietpas nemen? Ja. Is zo'n growshop stiekem toch niet in de afgelopen 20, 30 jaar uitgegroeid tot een broeinest van criminaliteit? Ja, en dat wordt steeds meer naarmate de repressie toeneemt. Ik heb het dus in de loop der jaren zien toenemen. En vanaf 1997, toen justitie planten ging tellen, toen was echt het hek van de dam. En vanaf het moment dat elektramaatschappijen grootverbruikers gingen aangeven bij de politie, toen werd de stroom gestolen. Het is zo dat iedere repressieve daad zorgt voor een prijsstijging. En dat heeft een aanzuigende werking op criminelen. En dat wordt alsmaar erger. En ondertussen probeert Praag alle drugstoeristen van Amsterdam af te snoepen. Ja, en daar zijn ze heel tolerant in en daar zijn ze heel succesvol in. En Amsterdam zakt niet voor niks. Alsmaar ieder jaar op de lijst van de meest populaire vestigingsplaatsen voor internationals. Want de mensen willen graag in een stad leven of in een land leven waar een grote sociale, economische, emotionele vrijheid is. Dat is de basis van Nederland. Nederland is ontstaan vanwege de godsdienstvrijheid en het feit dat hier allerlei dingen konden die nergens anders in Europa konden. Ja. En daar hebben we altijd ons geld mee verdiend. En naarmate we dat gaan afknijpen, à la Opstelten, even zo hard gaat Nederland achteruit en in interessantigheid voor de rest van de wereld. De mensen komen niet allemaal om naar die koffieshop te gaan of naar de hoeren, maar het idee dat het hier kan, daar gaat het om. Is dat niet een beetje hippie geleuter, anno 2010?
Nou, die hippies die hebben tot nu toe altijd gelijk gehad en de autoriteiten zaten altijd verkeerd. Autoriteiten zijn net zo achterlijk als autoriteiten die in de tijd riepen van rock'n'roll's got to go en plaatjes kapot sloegen van Elvis Presley. Want dat was wel zo schandalig. Die mensen zijn volkomen achterhaald. En een man als Opstelten zal over 10, 20 jaar het lachertje zijn van de geschiedenis.